ik zeg wederom welkom, beste kijkers van 045 Online. Welkom bij een nieuwe Inside Roda JC. Natuurlijk weer met Bjorn de Mister. Bjorn, laten we dan maar meteen weer beginnen. Jazeker. Is er nieuws met betrekking tot de nieuwe algemeen directeur van Roda JC? Ja goed, daar is een naam gevallen in ieder geval. Dat is Mohamed Handi. Voetbal International kwam daar ook mee. Ik had die naam ook al gehoord. En Mohamed Handi is ook in beeld bij ADO Den Haag. Maar hij is ook eerder al betrokken geweest bij het proces van Roda. De komst van Mauricio Garcia de la Vega als groot aandeelhouder. Daar heeft Handi ook een rol in gespeeld. En dat is op zich onmerkelijk. Dat hij helemaal in het begin van het proces van de komst van de la Vega naar Roda een rol heeft gespeeld. En nu blijkbaar in beeld is om nieuwe algemeen directeur te worden. Ik heb een foto zien rondzwerven op het web, op Facebook. Ja. Ja. Foto was van Peter Trompetter. Ja. En daar zag ik naast de Mexicaan de la Vega, zag ik de CEO van de ING, Ralf Hamers, zitten. Ja, heel opmerkelijk. Ik heb die foto inderdaad ook gezien, we kunnen hem hier zien. Hamers komt uit Simpelveld natuurlijk. Hamers zat op de VIP-tribune, heel pontificaal in beeld, voor de skybox, samen met Mauricio de la Vega, Garcia de la Vega. Ja goed, en dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dan is dat voer voor speculatie. Wat komt Hamers daar nou doen? Hamers is onlangs nog veelvuldig in het nieuws geweest. Heel veel gedoe over zijn salaris. Hij wilde meer salaris. Uiteindelijk is dat dan toch maar teruggedraaid. Hamers moest weg, werd geroepen. Hij ging toch niet weg bij ING. En plotseling duikt hij dan op bij Roda JC. Ik heb er nog voor gebeld. Ik heb er nog geen antwoorden op mijn vragen kunnen krijgen. Maar goed, opmerkelijk is het natuurlijk wel. Wat komt de CEO, de absolute topman van ING, bij Roda doen? Kijk, en dan voedt dat natuurlijk weer de geruchten. Kijk, Roda zoekt nog ervaren bestuurders voor in de Raad van Commissarissen. Ook voor de algemeen directeurschap. Daar hebben ze dus ook Handi voor in beeld. Ik kan me niet voorstellen dat Hamers daar voor in beeld is. Maar het zou natuurlijk kunnen dat hij als controlerende functie zou kunnen. Als hij dat zou mogen combineren met zijn hoge functie bij ING. Ja, dan hebben we afgelopen vrijdag hebben we Almere City. Ja. Gelijkspel. Ja. Je bent daar geweest. Ik ben daar geweest, ja klopt. Vertel, wat kon jij... Wat me vooral opviel is dat er een bepaalde positiviteit heerste in het stadion. Toen ik daar aankwam, ook naar de mensen toe, dat viel me op. Dat was in andere jaren wel zeker wel eens anders. Werd er heel anders, ook door personeel van Roda, met supporters omgegaan. Dat heerst op dit moment helemaal niet. Ja goed, en dan ga ik naar de wedstrijd kijken. En dan, dan kan ik niet zeggen dat ze er niet alles aan gedaan hebben. De wedstrijd is in 1-1 geëindigd. Ze hebben kansen gehad, er worden nog heel veel fouten gemaakt. Maar aan de inzet kan ik absoluut niet zeggen dat ze dat niet geprobeerd hebben in ieder geval. Goed, als je dan naar individuele mensen gaat kijken, dat viel me vooral op dat Jody Kroeks, was vorig jaar nog bij MVV. Die was toen gehuurd van Willem II. Goed, een hele goede speler, met heel veel dreiging, met heel veel inzet, ook doelgericht. Hij scoorde dan wel nog niet. En dan heb je nog op het middenveld die Cotan, dat is een kleine Spanjaard, die deed het heel goed. Kijk, een Roda speelde tegen Almere, dat is toch wel een technische ploeg. Met Robert Molenaar, de oude trainer van Roda, aan het bewind. En dan denk ik, Almere is een leuke ploeg. Ik denk met Robert Molenaar aan het bewind een te behoudende trainer. Maar goed, dat moet de toekomst gaan uitwijzen. Als ik dan naar Roda kijk, dan hebben ze de mogelijkheden gespeeld. Alleen op bepaalde plekken komen ze toch echt tekort. En vooral in de verdediging. Als ik dan naar de backs kijk, ja goed, dat gaat nog wel enigszins. Maar ik vind toch wel met Daryl Werker, die is door trainer Jean-Paul de Jong als aanvoerder aangewezen. En Werker, ja, hij kreeg een rode kaart, maar die rode kaart die kwam omdat hij gewoon de bal kwijt was. Hij was de bal kwijt en dan gaat hij naar die tegenstander kijken, gaat hij aan zijn tegenstander hangen. Ja, dan trekt hij hem naar de grond, ja goed. En hij was de laatste man, ja, dan krijg je een rode kaart. Die was dus naar mijn mening ook volledig terecht. Als je dan naar een andere jongen kijkt uit de jeugdopleiding van Roda, dat is Mart Reemans.
Ja, die jongen die werkt zich ontzettend kapot voorin in de voorhoede van Roda. Als ik hem een goed advies mag geven, ga nog iets meer aan je fysiek werken en aan je snelheid en aan je doelgerichtheid. Want als je dat hebt, want ik krijg een aantal kansen, maak je er één of twee, dan praat iedereen heel anders over je in die wedstrijd. Kijk, de intentie van de jongen is goed. En dat vind ik dan ook, dat is de intentie van Roda. Dat is heel veel inzet, goodwill kweken, ik heb het de vorige keer gezegd. Ja goed, en zo gingen de mensen ook uit het stadion. In andere jaren was het heel veel gemor, heel veel gezeur van, en ook terecht overigens, dat het heel slecht was, weinig inzet. En dat was er nu wel. En daar kan trainers op wel de jongen op voorborduren. Oké. Okay. Een bruggetje. Je zegt, zo gingen de mensen uit het stadion. Ja. Ik heb links en rechts nogal wat kritiek in de media gelezen. Ja. Dat het een dood stadion was, dat er geen mensen waren. Nou, vond ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Als ik bekijk dat er 6000 mensen waren, en als je dan even terugdenkt aan waar Roda vandaan moet komen. Heel veel ellende gehad, heel veel gezeik gehad, heel veel gedoe gehad. Ja goed, de mensen hebben natuurlijk ook niet heel bijster goed voetbal gezien de afgelopen jaren. Kijk, je moet gewoon weer bijna op nul beginnen en er langzaam dingen opbouwen. Er waren 6000 mensen, de fanatieke aanhang op de Westtribune was ontzettend aanwezig, heeft de ploeg gesteund tot de laatste seconde. Goed, en de spelers nogmaals, die lieten ook een bepaalde inzet zien, een bepaalde intentie. En dat is gewoon heel goed om te zien. Kijk, en daar moet je op voorborduren. En dat kun je kunt niet iets wat afgebroken is, het een aantal jaren binnen 1 of 2 weken weer opbouwen. Dat gaat niet. Dat heeft tijd nodig. Ja, duidelijk. Nou, met betrekking tot de transfermarkt. Is er nieuws? Ja goed, echt nieuws niet. Ik kan alleen zeggen dat Roda zeker centraal achterin nog een verdediger nodig heeft. Een echt ervaren man, denk ik, als ik het zo zie. Die, ook die jongere jongens, zeker de backs, Slusser en Keulen, dat zijn er twee regionale jongens. Als je die wilt sturen, moet daar echt nog een ervaren man bij. En ik denk dat Roda daar ook nog wel mee bezig is. Maar ja goed, ze willen niet over één dag ijs gaan. De transfermarkt die loopt nog tot 31 augustus. Ja. Dus ze hebben nog even. Ik hoorde overigens wel dat Henk Dijkhuizen, die was vorig jaar wel nog bij Roda, die hoopt stiekem dat hij toch nog een contract krijgt en dat NVV ook naar hem geïnformeerd had. Ja goed, Dijkhuizen is nu eventjes, die is er op dit moment niet meer. Hij was wel in het stadion, dus hij hoopt dat nog wel. Maar ja goed, Dijkhuizen was ook... Ja, niet echt de meest sterke verdediger die Roda op dit moment zoekt. Dus ik denk dat Roda toch echt naar pure verdedigers zoekt. Dijkhuizen was ook heel veel aanvallend ingesteld. Maar het is nu even zaak dat je goed in de organisatie blijft spelen als Roda. Dat je zo min mogelijk doelpunten tegenkrijgt. Bjorn, heb je eventueel nog vragen aan de kijkers? Ja goed, nogmaals. Als jullie informatie hebben, als jullie op- of aanmerkingen hebben, laat het ons weten. En tot de volgende keer. Ik zou zeggen tot de volgende keer.